Dag allemaal, goedenavond. Ik kijk even om me heen, want ik zoek een meneer van een jaar of 40. Oh. niet voor goed hoor, maar... dus u hoeft niet te schrikken. Zou u zich kunnen voorstellen dat u een relatie zou hebben met een meisje van een jaar of 18? Heel moeilijk. Moeilijk? Ja. Ja, waarom? Nou ja, het lijkt me wel leuk, maar nee, je moet er niet aan denken. Hoor. Moet ik weer mee naar de disco en moet ik weer... te vermoeiend, veel te vermoeiend. Ja, nee, te vermoeiend, hè? Nee. Nou, is er... Nou, u bent wel die jaren 40 geweest. Nou, ik denk het wel, ja. Zeg mevrouw, zou u zich kunnen voorstellen dat u een relatie zou hebben met een jongen van 18? Nee hoor. Nee, zou ik niet willen. Nee? Nee. Waarom niet? Nou, veel te jong. Ik heb liever een van mijn eigen leeftijd. Ja? Ja. Dat is een beetje vertrouwder, hè? Ja, dat vind ik ook, ja. Ja, ik kan me wel iets bij voorstellen. En jij? Met een relatie met een mevrouw van een jaar of 40? Nee. Geen denken aan. Geen denken aan zelfs? Nee. Waarom niet? Veel te oud. Maar een hele leuke, slimme mevrouw. Ook niet? Nee? Nee. Nee? Geestig? Nee. Mooi? Nee, ook. Nee? Schatrijk? Nou, misschien. Ja? Nee, weet ik niet. Nee? Ja. En jij met een jongen van een jaar of 18? Ja, ik kan het me wel voorstellen. Ja. Ja, dat komt. Ik stel een beetje van die rare intieme vragen allemaal. Dat komt omdat zij Tessa de Loo is en het Boekenweekgeschenk heeft geschreven. En we praten erover daar aan tafel. Ga je mee? Zo, dit is dus Tessa de Loo. Het Boekenweekgeschenk is... Dit boekje, het rookoffer, dat krijgt u allemaal als je vanaf woensdag, want dan begint de boekenweek, voor 19,50 gulden boeken koopt. En dan krijg je dit erbij cadeau. En waarom stel ik nou die vragen? Dat boekje, dat gaat over een lerares Frans op een school. En die krijgt een relatie met een van haar 18-jarige leerlingen. Jij was ooit zelf lerares, hè? Ja, ik heb een aantal jaren lesgegeven. Oh ja? Ja. En je kan het je wel voorstellen, zei je? Ik kan het me voorstellen. Omdat het volgens mij zo is dat meisjes in de puberteit een ideaal beeld van een man ontwikkelen. Ja. En dat is iemand van een jaar of 18, 20. En ik geloof niet dat dat beeld met ze meegroeit naarmate ze ouder worden. Ik geloof niet dat een vrouw van 60 een ideaal beeld heeft van een man van 60 met een dikke buik en een kaal hoofd. Ja. Dus ik denk dat ergens ook een vrouw van 60 nog heel diep in haar achterhoofd die jongen van 18 ziet zitten. Ja, die mevrouw dus niet, hè, net op de tribune. Nee. Ik moet je zeggen dat ik ook niet zo goed zou weten wat ik ermee aan zou moeten. Wat moet je daar in godsnaam mee bespreken? Wat moet je daarmee bespreken? Het is natuurlijk wel zo dat mensen van verschillende leeftijden inmiddels in heel verschillende werelden wonen, leven. Ja. Maar het kan zijn dat ze raakpunten met elkaar hebben. Een gedeelde belangstelling, zoals in mijn boek. Ja. Nou, stond er inmiddels alweer een paar weken geleden een artikel in opzij. Ik weet niet of je het gelezen hebt. De man als lustobject. En er stond op de omslag van opzij stond een... Leuke jonge man met een ontzettend lekker kontje. Daar stond hij ook zo mee. Naar de voorkant. Zie je daar wat in? De man als lustobject? Ik bedoel, zoals wij toch door de eeuwen heen door veel mannen gezien worden. Mogen wij nu ook? Ik denk dat dat een heel op zich toch een kwestie is die heel veel vrouwen leeft. Al of niet verdrongen. Ja. Het is zo dat in onze maatschappij vrouwen zijn afhankelijk van mannen vaak nog financieel. En mannen bekleden toch meestal de machtsposities. Dus dat zijn aspecten die een man in de eerste plaats aantrekkelijk maakte tot nu toe.
Maar naarmate de vrouwen ook steeds meer de touwtjes in handen nemen... komen dat soort zaken op de achtergrond te liggen, denk ik. En komt de schoonheid van de man wat meer naar voren. Ja, vind jij het belangrijk hoe een man eruit ziet? Jazeker, ja. Ja. Goed. Vier vrouwen in een treincoupé, om maar eens een aardige overgang te maken. Vier vrouwen in een treincoupé verkrachten een conducteur. Daar gaat het titelverhaal over. Uit Meisjes van de Suikerwerkfabriek heeft Tessa de Loo geschreven. 3 jaar geleden kwam dat boek uit en het was je debuut. En in 1 klap kende iedereen je. Inmiddels is het 14e druk, hè? Als ik het goed gezien heb. Ja. Hoeveel zijn er dat wel niet? Ik weet het niet precies. Ik geloof dat het iets is tussen de 50.000 en 60.000 exemplaren. Nou ja, dat was echt één flinke dreun. En dat was Tessa de Loo. Eind afgelopen jaar kwam je eerste roman uit. Dat is deze. Dat is Meander. En nu dus, zoals ik net zei, in 460.000 exemplaren straks dat boekenweekgeschenk. Dat wil zeggen dat jij sinds 1 jaar of 4 een totaal ander leven leidt dan je daarvoor gedaan hebt. Hoe ziet nou een dag uit het leven van een inmiddels bekende Nederlandse schrijfster eruit in de tijd dat je... Want ik denk dat je Meander en het boekenweekgeschenk bijna door elkaar hebt moeten schrijven. Of in ieder geval vlak na elkaar. Vlak na elkaar, ja. Ja. Hoe ziet zo'n dag eruit? Oh, dat is een kantoorbaan. Het is, aanvankelijk was het zo dat ik er iedere dag vreselijk tegenop zag om achter de tafel te gaan zitten en achter dat rechthoekige stuk papier. Ik had 1001 afleidingsmanoeuvres voor mezelf om dat niet te hoeven doen. En, maar ik heb mezelf doorgekregen in al die afleidingsmanoeuvres. Ja. En nu is er geen ontsnappen meer aan. Bij die roman was er geen ontsnappen meer aan. Dus ik ging iedere dag rond 10 uur zitten. En werkte door tot 5 uur ongeveer. En dat heb ik 1,5 jaar zo gedaan. In de weekends, in de vakanties, feestdagen zelfs. Als het maar doorgaat. Ja. Je kon niet ertoe komen om te zeggen... nou, ga ik er eens een week tussenuit in de zon liggen? Of... Nee, als ik een half uurtje in het Vondelpark liep... Ja. Dan knaagde het alweer aan me. Dan kreeg ik alweer last van... schuldgevoel dat ik niet aan het werk was. Ja. Het klinkt heel fanaat. Ja. Maar zo was het. Ja. Is dat nou het leukste wat je kan bedenken dan? Nee, het is een vorm van masochisme. Het is jezelf opsluiten in een cel. Ja. Dus kijk je al uit naar iets anders? Ik kijk uit naar een hele lange vakantie. Ja. Ga je dat nu ook doen? Ja, als het er even in zit wel, ja. Ja. Ik denk dat je daar toch een iets ander idee over had... Toen je hoorde dat er voor het eerst iets van je gepubliceerd zou worden. Hè? Ja, toen ik de eerste positieve reactie kreeg op een verhaal van mij... en de uitnodiging van de uitgeverij om eens te komen praten... Toen sprong ik een gat in de lucht. Ik verkeerde in een totale euforie. Want alles waarvan je droomt voordat het zover is... al die beelden die je hebt bij een beroemd schrijfster te zijn... die kwamen allemaal grootscheeps voor me op. En later heeft dat gevoel zich nooit meer herhaald. Het is bij die ene euforie gebleven. Daarna kwam de harde werkelijkheid tussen aanhalingstekens. Waarom doe je het dan? Ja. Het is natuurlijk te gemakkelijk om te zeggen... omdat ik het niet kan laten. Het is wel zo. Ik moet ook wel eerlijk zeggen... dat er af en toe tussen al het geploeter door... zijn er momenten waarop het heel goed gaat... en ik het gevoel krijg dat ik even word opgetild... Ja. En misschien zijn het die momenten die het de moeite waard maken. Ja. Je roman, deze, Meander, die gaat over een leefgemeenschap. daar heb je wel gewoond, maar je hebt niet echt deelgenomen, heb ik begrepen, aan die leefgemeenschap. Hè? Nee. En die mensen die
houden zich, die proberen met elkaar iets moois op te zetten. En die houden zich onder andere bezig om in leven te blijven met muesli en linksgedraaide yoghurt en dwarsgebakken broden. Mm-hmm. En ja. horoscoopmeters, las ik. Geloof jij in de levensvatbaarheid van zo'n soort leefgemeenschap? Nee. Dat is. Ik heb Meander geschreven om te laten zien dat zoiets. Ten dode opgeschreven is volgens mij. Ja. Althans, komt dat? Op deze basis. Ik denk dat dat te maken heeft met het naïeve idealisme van de mensen die daar deel aan nemen. En ook door het feit dat ze zich isoleren van de maatschappij. Ze proberen een maatschappij op zichzelf te zijn. Een klein, van de rest van de wereld geïsoleerd eilandje. En dat is heel irreëel. Ja, ze hebben ook alsmaar de hoop, en dat lijkt mij ook buitengewoon naïef, dat zich dat over de wereld zal verspreiden. Hè? Dat op den duur wij allemaal mee zullen doen aan iets wat definitief mooi en goed afloopt. Ja, de leider van de gemeenschap ziet voor zich dat het voorbeeld van deze gemeenschap zo aanstekelijk zal gaan werken voor de rest van de wereld. Ja. Dat er trouwens ook overal op de wereld al van dit soort experimenten in het geheim gaande zijn. Ja. En dat op een dag deze mensen niet meer in het klein zullen werken, maar ik heb geschreven zoals de eerste bergen na de ijstijd boven het smeltwater uitstaken, zo zullen deze gemeenschappen ook boven het smeltwater van de dat de oude cultuur heeft achtergelaten, uitkomen. En dan een volkomen nieuwe wereld vestigen, een nieuwe cultuur. Ja, maar je gelooft er zelf niks van? Nee, ik dacht ook wel dat bewezen is inmiddels dat dat niet door kon gaan. Dat is niet echt gelukt. Hè? Die gemeenschap, die leefgemeenschap, die was er wel. De mensen die in je boek voorkomen, zijn ook de mensen die daar waren. Ik heb zelfs een stuk gezien in een krant waarin verklaard werd wie was. En wat ik me afvraag, omdat je tegenwoordig nog wel eens boeken leest waarvan je weet over wie het eigenlijk gaat, toen dacht ik, zouden mensen zich nog veilig voelen in jouw omgeving? Durft er nog iemand met jou een relatie aan of zo? Want voordat je het weet, lig je voor 25 gulden op de toonbank. Ja, er zit iets in. Ik denk dat het een heel vreemd lot is om tot een romanpersonage te worden omgesmeed. Enerzijds herken je eigenschappen van jezelf. Je herkent gebeurtenissen. Anderzijds is het een totaal ander personage geworden. Zie je jezelf vervormd terug. Ik denk dat dat moeilijk is. Ik geloof wel dat de schrijver een soort vampier is. Hij zuigt de levenssappen uit werkelijk bestaande personages om er zijn eigen romanpersonages leven mee in te blazen. Ja. En er zijn schrijvers inderdaad die daar heel ver in zijn gegaan, voor wie moeders, kinderen, echtgenotes niet veilig waren. Ja. Maar anderzijds geloof ik dat de meeste schrijvers toch wel een zekere ethiek hebben op dit gebied. Ja. Dat ze, ik voel een zekere schroom om mensen uit mijn directe omgeving in een roman te verwerken. Het heeft iets indiscreets, hè? Ja, anderzijds is het natuurlijk wel zo dat iedereen die dat lot treft moet bedenken dat het geheel voor rekening van de schrijver is. Het is zo iemand wordt verwerkt in fictie. Het wordt een totaal andere geschiedenis. En je kunt wel nagaan hoe subjectief het is, zo door de ogen van de schrijver gezien, als je bedenkt dat als 5 mensen een auto-ongeluk zien en ze geven daar een verslag van, alle 5 geven ze een ander beeld. Ja. Nou, de schrijver geeft zijn beeld en fantaseert daar dan op los daarbij. Dus ja, een romanpersonage heeft eigenlijk niets meer uit te staan met zijn uitgangspunt, denk ik. Ik dank je wel voor dit gesprek. Tessa de Loos is zeg maar de nieuwste beroemde Nederlandse schrijver, schrijfster. 20 jaar geleden was dit het Boekenweekgeschenk. En dat heet Herinneringen van een Bramzeigertje. En dat werd geschreven
door al heel veel jaren de beroemdste Nederlandse schrijver in het buitenland. Hij stond wel 16 keer op de Amerikaanse bestsellerlijst. En van een van zijn boeken, The Captain, werden in Amerika 1 miljoen exemplaren verkocht. Dames en heren, Jan de Hartog. Nieuw boek geschreven, De Commodore. Hier heb ik het. En dat gaat over een moderne zeesleepboot die eigenlijk heel erg onveilig blijkt te zijn. En dat is ineens een heel actueel onderwerp ook geworden. Meneer de Hartog, ik hoorde dat u op die Herald of Free Enterprise zat op de dag dat die ramp gebeurde. De dag ervoor, ja. Vlakbij Zeebrugge. Mm-hmm. Nou hebt u heel veel verstand van boten. Had u nou het idee, dit is een onveilig schip? Nee. Die veerpont? Helemaal niet, nee. Nee? Dat had niemand. Nee. Men dacht dat het vliegtuig onveilig was en daarom ging je met de boot. Ja. 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 Is het een onveilig schip? Ja. Ja? Alle schepen tegenwoordig zijn onveilig. Hoe komt dat? Dat komt vanwege de hebzucht. De oude kapitalist, zoals we je ons vroeger voorstelden, weet je wel, hè? Met de slagtanden en zo, en de dikke diamanten ringen en zo, die is er helaas niet meer. Tegenwoordig is het niemand en we zijn het allemaal. De verantwoordelijkheid heeft geen gezicht meer, is geen individu meer. Neem nou deze tragische ferryboot. Die kapitein, die dus de deuren dicht had moeten doen, die heeft wettelijk de verantwoordelijkheid daarvoor. Ja. Maar hij moest zo snel mogelijk omkeren. Als hij niet binnen de 10 minuten omkeerde, dan kreeg hij moeite. Dus hij keert om en die deuren die waarom, gaan later... Hij krijgt er moeilijkheden met zijn maatschappij... omdat met zijn maatschappij, omdat niet snel genoeg en juist, niet veel genoeg verdienen. Omdat hij te traag is. Ja? Bovendien moet hij zoveel mogelijk van die vrachtauto's en die auto's aan boord nemen als hij kan. Ja. En als er één een eindje achteruit steekt en het weer is een beetje kalm, nou vooruit maar. En daar is niemand meer verantwoordelijk voor. Vroeger waren er reders. En die zag je altijd aan boord van die schepen. En die keken rond. Mm. En zei, nou daar gaat hij hoor, dat is de baas. Dat is de gemeene, hou hem in de gaten. Weet je wel, dat hoorde hij als jongetje. Ja. Dat is niet meer zo. We hebben hem nu al gezien op de televisie. Dat is een aardige meneer met een iets wat brede, moderne hoed. waarvan je duidelijk merkt dat hij eigenlijk niet weet waar hij het over heeft. Want deze maatschappij heeft tevens babyvoedsel, cereals, motorolie. Er is geen kennis meer van waar het eigenlijk om gaat. Nee. En het gevolg is dan dat zonder wij dat gemerkt hebben eigenlijk... die persoonlijke verantwoordelijkheid verdwenen is. Ja. Want niemand is meer verantwoordelijk. Het is aldoor, nee, hij heeft het gedaan. Ja. Maar hij heeft het ook niet gedaan. Nee. Had we hebben u het nou, eigenlijk allemaal gedaan. Ja, had u nou het gevoel, omdat u net niet op die boot zat... zo van, ik ben toch nog voorbestemd om een beetje langer te leven? Of hebt u dat soort gevoelens? Kent u dat niet? Natuurlijk, dat kent iedereen die in de oorlog geweest is. Ja? Ja? Ja. Wat is dat dan? Is dat het noodlot of God? Of waar gelooft u dan in? Ik wil niet zeggen dat je ergens in gelooft, maar je neemt het in dankbaarheid aan. Ja. Tegelijkertijd ben je natuurlijk toch wel bewust op sommige ogenblikken, hoor lang niet altijd, dat je eigenlijk een leven leeft dat aan anderen toebehoord zou hebben. Ik ben destijds de Pyreneeën overgestoken in de grijze oudheid tijdens de bezetting. En met een konvooi van 22 mensen. En er zijn er maar 2 uitgekomen en daar was ik er één van. De anderen die zijn door de Duitsers gepikt. En over het merendeel neergeschoten. En die 20 jongens, zijn er altijd nog. En je hebt dikwijls in je leven dat je denkt... God, zeg, wat vreselijk, hè? Wat is dit allemaal erg... en ik hou het niet meer uit, u kent dat wel. En dan denk je aan die 20... die op welk ogenblik dan ook in jouw schoenen zou willen.